terug naar de kerk. Intentie is niet om die kinderen te helpen. De intentie is om kinderen van hun ouders af te pakken. Dat is de intentie. Dus, nou, mijn ouders is nu 18. Klopt. Die heeft nu al 286 dagen in gezin gesproken. Meneer De Lange, Rick De Lange in Duiven, Gelderland, is ziek. Dat is echt helemaal ziek. Waar zitten ze in Duitsland dan? Ik heb een vermoeden, maar ik weet niet waar ze zitten. Nee, en elke twee maandelijks ouderinformatie volgens de rechter uitgesproken. Houdmoeder, mevrouw SS heet ze. Komt ze niet na elke maand bellen met de kinderen? Nee, natuurlijk niet. Maar het, en ze wordt dan niet vervolgd? Ze doen er niks aan, ze stoppen het in de doofpot. Dat is, ik heb een artikel te aangifte gedaan, artikel 12 procedure gestart. Meneer Filipart, Hof den Bosch, die stuurt me dan een ander artikel 12 procedure papieren. Van, we hebben het afgewezen en waar het om ging. Gewoon keihard bewijs en de rechter, die had gevraagd. Ik had vijf wraakgronden uitgesproken en audioopname gemaakt. En dan staan er maar drie in het proces verbaal. En dat is valsheid in geschriften, dus ook tegen rechters. Mevrouw L.A. van Son met een S, die doet aangifte. Maar ze doen er niks aan, mensen. Het is echt een crimineel soortje. Ja, dan moet je, dat is die rechtspraak, dan moet je even bij Kim zijn. Kim WK. Die weet dat de rechtspraak gewoon echt niet werkt. Dat weet ze. Weet je, inmiddels probeer ik gewoon mensen te mobiliseren, ouders in actie van mensen. Het probleem hebben met je. Het is verschrikkelijk. Het zijn echt tienduizenden kinderen. Het gaat niet eens om die ouders. Het gaat om die kinderen. Tienduizenden kinderen die kapot gemaakt worden. Ja, het door het systeem. Geld, macht en vieze zaken, dames en heren. Daar gaat het om. Dat is echt de waarheid. Ik weet wel dat het goed gaat met mijn kinderen. Laat ik het daar maar even ophouden. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, absoluut. En ik ben toch blij dat er een aantal GLS'jes gekomen zijn hier, mensen. Kijk eens. Ah, ik zie Johnny ook. Goed zo. Ben je groot vriend? Hoi. Oh, is goed. Je kan er ook met de Pieter gebeuren terecht. Dus we kunnen ook Jerry aanpakken via dat. Ja. Ieder belang. Ja, precies wat er wordt gezegd. In wezen krijgt hij subsidie. Ik zit me af te vragen waarom krijgt mijn bedrijf geen subsidie meer betaald. Zijn positie van macht worden geen aangetrokken.